Yo mens, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live compleet hier op Call of Duty Advanced Warfare. We spelen vandaag een team deathmatch potje op de map Skyrise en ik ga proberen om een mooie score neer te gaan zetten met de enige echte Pita Egg Royalty. Dus ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken. Ik weet dat dit wapen best wel sterk is om te gebruiken. Ik heb de attachments erop staan. De quick draw, de grip en de advanced rifling. Dus ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken. Als je deze video leuk vindt, dan natuurlijk zoals je kijkt, blijven op de help mijn norm. En dan zullen wij zien of wij lekker kunnen gaan. Vieze kutcamper nu al, jongen. Holy shit. Hij was eerder aan die kant, jongen. Dat vind ik altijd genaaid. Dat zij er eerder kunnen zijn dan dat ik er ben. Maar dat was wel een lekkere kill. Dankjewel daarvoor. Ik weet niet of die er nog steeds ligt. Oh. Dat was een like spot verraden, Jan. Ik weet het. Komt hij aan. Ik hoor hem. Oh, get wrecked. Je ziet hoe sterk dit wapen is als je raak schiet. Alleen het probleem is, je moet altijd in je hoofd onthouden. De Pita Egg, hoe sterker, hoe slap die ook is, het is en blijft een lijn machine gun. Wat inhoudt? Dat elke submachine gun op korte afstand je sowieso killt als die raak schiet. Dat elke assault rifle op het moment dat die raak schiet ook gewoon je kan killen. Dus je moet gewoon logisch blijven nadenken en je moet in je hoofd altijd blijven onthouden. Maakt niet uit of je met de submachine gun, lijn machine gun, assault rifle speelt, dat jij met die bepaalde wapenclass speelt. Want alleen op die manier kan je namelijk een goede score halen met een bepaald wapen. Kijk, met een assault rifle submachine gun kan je altijd wel lekker gaan, maar met zo'n lijn machine gun als ik nu heb, gaat het meestal wel verkeerd. Zoals je nu ook ziet, want mijn hele fucking team zit te campen. Ik ben één enige van mijn fucking team die rond zit te lopen. Echt waar, wat de heck heb ik daar nou weer aan, jongens? Ik heb weer helemaal niks aan jullie gewoon. Daar had ik geluk en daar had ik geen geluk meer. Echt waar, mijn team die doet gewoon helemaal niks, jongen. Dat is toch ongezond, man. Alsjeblieft door, teammate. Ik moet even UAV zien te halen, want ik weet 3000% zeker dat mijn teammates geen UAV gaan kunnen halen hier, hoor. Dus ik ben degene die moet oplossen. Oh. Lekker jongen, je hebt een keer. Oh, je hebt er zelfs twee, zo. Gekke man hier, hoor. Gekke man. What the fuck, hey. Wow, yo, wat gebeurde daar? Holy shit. Opeens ontploft dat hele ding naast me, joh. Ik weet ook niet wat er ontploft. Er zit nog een enemy hier. Ik weet ook niet wat er ontplofte, maar er ontplofte in ieder geval iets naast me. We hebben bijna... Oh, fucking kut reload altijd. We hebben bijna onze missile strike. Daar moeten we nog 3 kills voor maken. UAV is online. What the fuck, hoe heb ik dit overleefd? Kijk, dit is een chill aan een light machine gun. Zag je dat? Oh, wat? Ik heb die... Mijn teammate heeft de kills! What? Hoe hard kan je mijn kills stelen, man? Fucking dildo. Oh, wauw. Als dat geen killsteal was, dan weet ik het ook niet meer. Ik zweer het je. Dat was echt één harde killsteal. Ja, oké, mijn missile strike. Wow, yo, gelukkig. Ik kon net zeggen, als ik die missile strike niet heb, dan weet ik het ook niet meer, jongen. Die killsteal, die was echt keyhard gewoon. Kom naar buiten, jongens. Anders kan ik niemand raken. Serieus, jullie blijven allemaal binnen zitten. Stelletje fucking naaiers. Ik heb... Wauw, ik had 3 missiles daarin zitten. Ik kon 3 missiles afschieten. Mensen zijn allemaal blijven campen. Oh fuck, ik wil erop. De teammates zijn ook echt keihard te campen, hoor. Geen grap. Dank je. Ik ga gewoon even meecampen met mijn teammates, hoor. Als mijn teammates zitten te campen, dan kan ik ook wel even wat camp skills laten zien hier, hoor. Al ben ik er niet zo goed in, als ik kan... Oh, ik zit er vast ook. Ik ben niet goed in campen, jongens. Help mij eens even. Want ik kom bij jou campen. Jij kent een goede spot. Oh, jij kent een goede spot, maar ik faal een beetje. Nice, je ziet hoe sterk het wapen is als je raakt. Dat is echt niet normaal meer. Dat ding is echt heel sterk. Voor een light machine gun dan, hè. Kijk, als ik een bal of zo tegenkom, een bal 27 of wat dan ook, dan ga ik natuurlijk gewoon sowieso dood, maar... What? What the fuck? Ik heb nog een kill gekregen. Huh? Ja, oké, Call of Duty, je bent weer dronken volgens mij. Au, kut camper. Holy fucking titer. Er zit er ook nog een boven op het dak. Kijk, mijn teammates zitten nu te campen, waardoor de enemies hun speelstijl gaan overnemen. En de enemies gaan daar ook automatisch campen. Dat vind ik altijd zo irritant. Als jouw team gaat campen, moet je altijd onthouden, dan gaan de enemies ook campen. Dat is altijd precies hetzelfde verhaal gewoon. Elke keer weer opnieuw en opnieuw. Ik snap het ook wel, want ze willen gewoon mijn team killen omdat ze aan het campen zijn. En dan gaan ze zelf natuurlijk ook daarvoor campen, maar...
Het is niet chill voor je teammates dat ze natuurlijk in eerste instantie sowieso aan het campen zijn. Het is hetzelfde geval als jouw teammate bijvoorbeeld... laat ik even zo'n mooi voorbeeld verzinnen. Als jouw teammate bijvoorbeeld heet zit een noob tuben. Of jouw teammate zit heet met een RPG te spelen. Dan zal jij zien dat op een gegeven moment de enemies... ook iets van een granaatlauncher of wat dan ook gaan pakken. Om je gewoon serieus terug te pakken. Dus dat is altijd zo irritant. En hetzelfde werkt met campen. Ga jouw team campen? Ga jouw... Sorry voor de camp. Gaan jouw mensen die bij jou in het team zitten stilstaan. Dan zie jij op een gegeven moment dat de enemies precies hetzelfde gaan doen. En die gaan dus ook stilstaan. En dat vind ik zo schijt irritant aan heel Call of Duty. Want iedereen doet dat. Iedereen. Ah, zie je wel. Zie je wel. Dus daar moet je altijd goed op letten in ieder geval. Dat wilde ik even zeggen. Maakt maar verder niet uit dat ze aan het campen zijn. Iedereen campt wel eens. Geen probleem. Het probleem is ze campen door mijn teammates. En dat vind ik wel een probleem. Oh, je zit er nog steeds, joh. Wauw. Ik dacht er zal vast niemand meer zitten, maar hij zat er nog steeds. Dan moet je hem wel verkillen, jongens. Ik vind het heel leuk, maar het is ook wel handig als hij doodgaat. Als ik eerlijk ben. Die rent weg. Nu gaan wij even campen. Kan je hier eigenlijk zo... Oh, die kan je ook nog. Ik heb er verder helemaal niks aan, maar... Het kan, het kan. Ja, waar zijn die... Oh... Fucking hell, jongen. Beter killt iemand die gozer even. Wow, yo, wat yo. Dat bedoel ik dus. Altijd blijven onthouden dat je een light machine gun hebt. Deze AK-47, nice. Die komt beter hitfire, kijk maar. Kut, dat moet je dus altijd blijven onthouden. Maar dan word je soms echt, echt scheidszagrijnig van als je op die manier doodgaat. Als ik daar namelijk een SL driver had gehad, zelfs als hem, dan had ik hem gehad. 100% zeker. What the fuck? Dankjewel, ik wou net zeggen. Nice, lekker. Ik heb nog een UAV, jongens, hier. Dat ben ik toch wel aardig, hè? Ja. Ik ben serieus altijd zo'n potje, weet je wel. Zo'n Team Deathmatch potje ben ik altijd de enige. Ben ik echt gewoon helemaal de enige die met een UAV speelt. Mijn teammates mogen me wel eens dankbaar zijn daarvoor. Alsjeblieft. Hey teammates. Alsjeblieft hè, dat jullie elke enemy konden zien staan. En daardoor mijn 10.000 keer kills stealen. Fucking lullo's jongen. Ik wil echt nog steeds. Daar maak ik geen grapje over. Ik wil nog steeds in Call of Duty. Een personal UAV score streak hebben. Waar jij, als jij een UAV roept. Dat die alleen voor jou geldt. Dan kan je die teammates die altijd alleen maar profiteren van jouw UAV. Keihard naaien namelijk. Maar wie weet zal dat er ooit eens inkomen. Ik heb 29 kills opgepakt in 7 minuten tijd. Dus dat is gewoon een mooie score natuurlijk voor een pita egg. Dus mocht jullie hebben genoten jongens van deze live complay. Ram dan natuurlijk zoals je kaart op like. Nog mocht je een wapen willen zien op Advanced Warfare. Waarmee je wil dat ik ga spelen. Laat het dan gewoon altijd weten in de comments. Want wie weet kan ik daar ook gewoon een potje natuurlijk mee opnemen. Want ik heb heel veel wapens. Heel veel. Dus laat me weten. Allemaal bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer weer mensen. Bye bye.